Ik ben Avraham Yachin. Ik ben in dit huis geboren. Ja, 86 jaar geleden. En ik blijf met mijn vrouw Hanna. We hebben 4 kinderen hier. We wonen in hetzelfde huis. Hetzelfde complex, niet bij ons in huis. We hebben 8 kinderen. En alle kinderen hebben hier hun bar mitzwa gehad. Verschillende kinderen zijn hier, wij zijn hier getrouwd. Avraham en ik zijn getrouwd aan deze muur, bij deze muur. En onze dochter is hier getrouwd. En anderen zijn hier getrouwd aan de feesten. En de kleinkinderen hebben hun bar mitzwa grotendeels hier gehad. Dat is heel bijzonder, zou ik denken. En bovendien dit... En een van onze kinderen, een van onze jongens, die wou niet in een synagoge bar mitzwa doen. Die zei om nou naar de synagoge te gaan alleen maar om cadeaus te krijgen. Dat is zo'n principiële. En toen hebben we het hier thuis gedaan, een Torahrol hier naartoe gebracht. Dit is een album wat ik gemaakt heb voor Avraham zijn 80ste verjaardag, nu alweer 6 jaar geleden. En dit is wat mij betreft de mooiste foto die erin staat. Daar kan ik niet genoeg van krijgen. Maar het gaat van zijn jongste tijd. Hier is hij de baby. Dat is de eerste foto die we van hem hebben. En hier is hij met zijn vader. En hier nog een keer met zijn vader. En hier is hij met 2 Australische soldaten in de Tweede Wereldoorlog. Hij was toen 13 en hij stond daar heel trots tussenin. Dit is in de Britse marine. Daar hebben we ook nog weer een beetje een betere foto van. Dit is nog ietsje duidelijker. Oh, en dit is mijn eerste paspoort. En daarmee ben ik naar Israël gekomen. En dat hebben ze behoorlijk verminkt op een goed moment. Toen ik gezegd heb dat ik dan maar liever een Israëlische identiteit wil hebben, toen kreeg ik dit. Maar ik kreeg wel een echt Israëlisch paspoort voor in de plaats. Dus ik ben niet helemaal... onthand. Hebben jullie elkaar al schilderend ontmoet? Nee. Op een tentoonstelling. Ja. Waar ik dus een beetje kritisch was. Niet wetende dat hij een schilderij gemaakt had. En dus zei hij, hoe vind je dat? En ik zei, nou lelijk hè. Toen zei hij, waarom? Ik heb het gemaakt. En dat, van dat waarom, zei hij, kom dan toch eens andere dingen kijken en misschien... Misschien vind je ook wel iets moois wat ik gemaakt heb. En toen zo hebben we elkaar leren kennen. Dat is een mooi binnenkomen. Vanaf dat moment weet ik dat hij kritiek wil hebben. Ik had een behoefte aan tekenen. Je maakte ook maskers als kind. Maskers, ja. En dat was de... En maskers heb ik toen 8... was 8. Dat was mijn eerste verdienste. Ja. Alles is veranderd. Vooral de laatste 20 jaar, 20, 30 jaar. Ja. Dat is verbeterd. Ik vind het niet zo. Ja, maar dat kan je aan oude mensen niet vragen. Die denken altijd vroeger was het leuk. De grote huizen en de ja goed. Ja, er waren vele tuinen hier. Nu het is het parkeerplaatsen alles. Zoveel bomen waren weg. Ja. Zoveel tuinen zijn weg. En het is nu zo krap met... vol hoge huizen. Ja, maar ik vind het niet zo erg. Ik heb ook minder meegemaakt. Ik heb het niet zo gezien als Avraham het kent. Ik vind het wel mooi. Ik moet zeggen, de mensen willen wonen. Er komen mensen, er zijn mensen. Je kunt, nou ja, moet je maar hoog bouwen. Wat moet je anders doen? En ik vind die tram die ze daar maken, dat wordt best mooi hoor. Het wordt een hele boulevard. Ik zie dat wel zitten. Veel mensen zeggen, oh wat vreselijk. Nee, waarom? Dat lijkt wel de Champs-Élysées. Ik vind het best mooi worden. Nee, maar... Mijn wens is nog om dat mee te mogen maken. Dat zal nog wel een paar jaar duren om in die tram te rijden. Als de koning. Ja, ja. We zijn hier op de werking voor de nieuwe tram.
Maar dat is begon over 10 jaar geleden. En de markt hier is tegenover. En de markt was er niet toen ik klein was. Daar was een grote plein en die komen van Bedouinen en boeren van de Arabische dorpen omheen, Jeruzalem tot Hebron ook, van Hebron kwamen. Nadat wij trouwden, ik heb ontmoet de vader van Hanna en ik was zeer onder zijn indruk en ik heb besloten een beeld in zijn naam te bouwen in Jeruzalem. En dus het idee van die giraf, dat is omdat mijn vader een hele lange hals had. Althans, volgens het gezichtspunt van mijn moeder, die een heel klein vrouwtje was. Ik moest zo naar boven kijken om hem te zien. En zij noemde hem de giraf. Nu kwam het zo uit dat mijn zwager, die had een winkeltje, een kiosk waar hij limonade verkocht en kranten en sigaretten. En die wou zijn kiosk een beetje uitbreiden. En toen heeft Avram de blauwdrukken daarvoor gemaakt. En toen heeft hij daar een heel klein, nou ja, paperclips-achtig beestje op getekend. Een klein, alsof het er, je kon het nauwelijks zien, maar het was er wel. En dat is naar de stadsarchitect gegaan, hè, naar de burgemeester van de stad. En die hebben dat goedgekeurd. En toen kwamen we daar en die kiosk vergroten en in dat dak, met gewapend beton, hebben we dat beest van 4 meter hoog ingebouwd. Dus ze kwamen meteen al zeggen van de stad, dat monster moet eraf. Toen zeiden wij, nee, kijk, we hebben de papieren met de architect zijn handtekening. Ik hou veel van de Bijbel. Zo. En de Bijbel heeft mij veel geïnspireerd. En we zijn liberaal, meer we zijn niet orthodox. We zijn niet goed extreem. Israël is niks zonder de Bijbel. Of dan als er geen Bijbel was, was er geen Israël. Dus natuurlijk, je kan niet zeggen ik hou wel van Israël, maar ik hou niet van de Bijbel of zoiets. Maar het omgekeerde is ook moeilijk om te zeggen. Ik hou wel van de Bijbel, maar ik hou niet van Israël. Het is één bij elkaar. Moet je horen, Jeruzalem is beladen. Geladen. Het woord. Het is grotendeels fantasie misschien. Of het is wat iedereen ervan maken wil. Afhankelijk van je fantasie, afhankelijk van je godsdienst, afhankelijk van je achtergrond. Maar niemand kan zeggen, nou ja, Jeruzalem. Het is mijn stad, het is mijn. Mijn man is hier geboren. Ik heb mijn Nederlandse paspoort ook opgegeven, want ik moest kiezen. En ik viel in een categorie op een goed moment dat ik moest kiezen of Israëlisch of Nederlands. Toen heb ik gezegd: Israëlisch. Stel je voor dat hier een atoombom valt, dan ga ik nog niet vlug naar Nederland. Omdat ik Nederlands ben en laat ik zeker mijn hele familie achter. Ik hoor hier. Ik vind het heel heerlijk.